Mevrouw Visser, kunt u als directeur van de stichting Huisberg iets vertellen over het ontstaan en de doelstellingen van de stichting? Het Huisberg is in 1912 gekocht door de textielfabrikant Van Heek, textielindustrie in Enschede. En hij wilde een huis kopen om het tweede gedeelte van zijn leven door te brengen. Hij heeft het kasteel gekocht van de vorsten van Hohenzollern, een leeg kasteel met 1400 hectare grond en een belangrijk archief. En in 1946 heeft hij besloten om het gehele bezit te schenken aan de Stichting Huisberg. En de doelstelling is stichting tot instandhouding der goederen en rechten van het Huisberg. Dus het is onze taak om te proberen om het huis te conserveren, de collectie te conserveren en ook het buitengebied te behouden voor wat het is. De expositie staat in het teken van pendanten. Kunt u ons uitleggen wat pendanten zijn en hoe ze in de expositie zijn verwerkt? Pendanten is een beetje een ingewikkeld woord. Je hebt pendanten en je hebt dubbelportretten. En die zijn beide in de expositie vertegenwoordigd. Dubbelportretten heb je een man en een vrouw. En die zitten vaak in één lijst bij elkaar. Heb je vaak het hoofd afgebeeld. Kijk ook naar elkaar. En pendanten zijn twee schilderijen die staan op zich. En dat zijn aparte schilderijen van een man en een vrouw. En je ziet ze van koninklijke families, de Habsburgers, de Bourgondiërs. En die lieten zich afbeelden vrij groot, ook van half, meestal half het hoofd en een half lichaam. En die kijken elkaar aan, man en vrouw. We zijn hier in de portrettengalerij. En u denkt misschien dat die portrettengalerij er altijd is geweest. En dat Jan Herman van Heek, de eigenaar van het kasteel en degene die deze verzameling bijeen heeft gebracht, zelf bedacht, ik ga een portrettengalerij maken. Dat is niet het geval. En die portrettengalerij die hebben wij een aantal jaren geleden ingericht. En dat komt omdat als je hier met die collectie bezig bent, dan ontdek je tot je verbijstering dat er zoveel vroege portretten zijn. En dat je het ontstaan van de portretkunst vanaf de tijd dat mensen zich lieten afbeelden op een altaarstuk bij de Madonna tot en met autonome, zelfstandige portretten kunt laten zien. En er is eigenlijk maar één plek in Nederland waar dat ook zou kunnen en dat is het Rijksmuseum. Maar hier kan het dus ook. Maar weet u wat nou een beetje vervelend is? Ik mis iets. Er is een groot portret, een interessant portret van Hans Mielich, een Duitse kunstenaar uit de 16e eeuw. Dat portret is er niet, want het is een restauratie. Wij vinden eigenlijk als we zo'n schilderij zien dat het eigenlijk helemaal nog niet zo geel is. Maar dat is het voor zo'n schilderij eigenlijk wel. Dit is een vroeg Duits schilderij, dus eigenlijk de eerste olieverf schilderijen. En deze zijn dus ook helblauw van kleur. Dus dit wordt ook helblauw. En dit wordt ook spierwit. En wij zijn geneigd als Nederlanders om ze te interpreteren als Nederlandse 17e eeuw. Dus eigenlijk het vrij grijze palet van de Nederlandse schilderkunst. In eerste instantie is natuurlijk het verhaal dat je zo'n schilderij altijd eerst moet conserveren en dan pas moet restaureren. Het verschil daarin is eigenlijk dat je dus moet zorgen dat het paneel waar het op geschilderd is, dat dat in een goede staat is. En als dat in een goede staat is, dan ga je je bezighouden met het esthetische deel. In dit geval zit er houtworm in de achterkant in het paneel. En dat ga ik bestrijden en pas dan ga ik het esthetische deel doen en dat is eigenlijk de vernisafname. In dit geval is het vernis in de loop der tijd geler geworden. Het is niet zozeer vuil,
Veel wordt er gesproken dat je het gaat schoonmaken. Maar schoonmaken, dat doe je eigenlijk alleen als je vuil ergens vanaf haalt. En je haalt hier niet echt vuil vanaf, want het is ook een museumschilderij eigenlijk. Dus het is niet uit een huiskamer dat er nicotine op zit. Dit is gewoon een natuurlijke hars die gebruikt is als vernis, die vergeeld is. Wat je aan de achterkant ziet, is dat ze dus een pakketering erop gezet hebben. Zo noemen ze dit raamwerk. En dat is eigenlijk een oude restauratiemethode die bedoeld was om het kromtrekken van het paneel tegen te houden. Met een vorige restauratie waar ze dat raamwerk, dat die pakketering erachter gezet hebben, hebben ze ook het paneel kleiner gemaakt. Dat kan zijn omdat hij beschadigingen had langs de randen, maar het kan ook zijn dat ze hem kleiner gewoon mooier vonden. Onze man is weer thuis. En nu zitten we in de studeerkamer van Jan van Heek. En nu wou ik u nog eens even met u praten over dat portret. Want als u goed hebt gekeken, dan zag u dat die man een beetje gedraaid zit. Een kunsthistorisch persoon die gaat dan meteen denken, die man mist zijn vrouw. Die vrouw moet ergens zijn, want dit is een houding die vraagt om een pendant, om een tegenhanger. En bovendien waren er meestal tegenhangers, want de meeste portretten zijn altijd van man en vrouw. Waar zou nou toch die vrouw kunnen zijn? Er hoort een vrouw bij die man, dat kan bijna niet anders, maar waar is ze gebleven? En dan maar zoeken. En het is niet zo leuk als je niks vindt, maar in dit geval hebben wij wat gevonden. En wat wij gevonden hebben, daar moet u nou naar op zoek. We dachten altijd de schilderij staat aan zich, maar hij keek natuurlijk wel één kant op. Dus je kunt bijna bedenken dat er een pendant bij hoort. Maar die hadden we heel lang niet gevonden. En tot een paar jaar geleden een kunsthistoricus van de Universiteit van Utrecht hier was met studenten. En een van die studenten, Gerrit van Os heet hij, die heeft ontdekt dat die vrouw van onze man tot de collectie Thyssen-Bornemisza hoort in Spanje. En dat het schilderij, de vrouw dus, geëxposeerd is in het museum in Barcelona. En dat was natuurlijk een geweldige vondst. En wij waren blij en enthousiast natuurlijk allemaal. En toen gingen we kijken in de dossiers en toen doken we dieper in de archieven. En toen zagen we dat Van Heek ooit een aantekening heeft gemaakt, met de hand geschreven, dat er een pendant ergens in Europa moest zijn. En toen dachten wij, we hebben ieder jaar bedenken we een tentoonstelling. Toen dachten we, we moeten proberen om die twee bij elkaar te brengen. Toen hebben we contact gezocht met Thyssen-Bornemisza, met het museum. En daar waren ze ook enthousiast. Maar, zeiden ze, dan willen we ook de man wel naar ons toe hebben. Dat gebeurt ook volgend jaar. Onze man gaat ook samen met de vrouw, reizen ze terug naar Barcelona. De man en vrouw zijn dus weer herenigd. Ik heb begrepen dat de expositie ook voor kinderen interessant is gemaakt. Kunt u daar iets over vertellen? We hebben bij elke positie een educatief programma. Omdat we ook kinderen van jongs af aan willen leren om te kijken naar kunst. En we hebben voor verschillende leeftijdscategorieën iets bedacht. We hebben bijvoorbeeld een heel groot elektrospel. De meeste volwassenen kennen het van vroeger. Waar je man en vrouw bij elkaar moet zoeken. En we hebben een speurtocht voor kinderen. Dus kinderen gaan ook van het begin van de expositie kijken. Op zoek naar het echtpaar, naar de man en de vrouw. En onderweg komen ze allemaal alleenstaande mannen en vrouw tegen. En kun je denken, zou hij het zijn, zou zij het zijn? Nee, uiteindelijk zien ze dan de man en de vrouw bij elkaar. En de kinderen kunnen ook een selfie maken. En dan kunnen ze in de stoel gaan zitten waar de heer en mevrouw van het echtpaar ook zitten. Met een grote bondstola om. En dat kunnen ze via internet, moeten we even op onze website kijken, kunnen ze dat ook op internet zetten. En kinderen kunnen een selfie maken, een tekening. En we hebben een eregalerij waar we al die tekeningen ophangen. Er is ook een prijsvraag aan verbonden.
Goed, dank u wel voor de toelichting. En tot 1 maart 2015 kunnen de mensen de expositie nog bezoeken. En wilt u meer informatie hebben, kijk dan even op de website van de stichting www.huisberg.nl.